Welkom bij Voor Waarheid. Vandaag hebben we een speciale uitzending over goud. En dat doen we met niemand minder dan Dorien natuurlijk, maar ook met Milo. Hi Milo, welkom in de studio. We gaan het vandaag over goud hebben, maar voordat we dat doen, is het misschien handig ook voor de kijkers als je een klein beetje vertelt wie je bent en ook vooral hoe jij bij goud bent uitgekomen. Dat is goed. Ik ben Milo van Goud en Muntpunt. Ik ben ooit begonnen in een podcast met Sven Hulleman. Voor die tijd handelde ik al in goud en zilver. Maar door bij hem in de podcast te komen, hebben steeds meer mensen mij gevonden. Inmiddels draaien wij zelf ook een YouTube kanaal. Wij draaien een webshop. En wij informeren zoveel mogelijk mensen over zilver en goud. We gaan dadelijk natuurlijk de link bij het filmpje zetten, maar kan je dat ook nog eventjes zeggen? Welk YouTube-kanaal is dat en wat is de website? Het YouTube-kanaal en de website kun je allebei vinden als je zoekt op goud en munt. Helemaal uitgeschreven. Hartstikke goed. Ja. Ervaar jij, want je was dus al bezig met het handelen in goud, ervaar jij sinds corona, bedrog, scam, schandaal, hoe je het wil noemen, dat er meer mensen op zoek zijn naar andere vormen van belegging, andere vormen van omgaan met waarde, geld en goud? Je ziet een toevlucht in mensen die hun geld, saldo, hun spaarsaldo op de bankrekeningen willen omzetten. Kijk, er zijn altijd mensen die beleggen, nu, maar ook voor die tijd. Dus dat blijft eigenlijk altijd. Alleen zie je wel een toename van mensen die denken van, hey, ik heb geld op mijn bankrekening staan. Hoe zeker is dat? Moet ik dat misschien niet omzetten? En wat zeg jij dan? Ik ben daar een voorstander van. Maar wat ik ook wel eens een keer bij Sven in een podcast heeft gezegd, als echt iedereen dat gaat doen, krijg je chaos. En waarom zou je dan chaos krijgen? Want oorspronkelijk was het natuurlijk zo, met de goudstandaard, hè, ja, totdat Nixon hem losliet, is dat eigenlijk elke bank verplicht was de waarde die ze uit hadden staan, in ieder geval voor een deel gedekt hebben in goud. Nou, eigenlijk helemaal. Een goudpond of een Nederlandse 10 gulden, dat was ook echt 10 gulden, zeg maar. Dat is inderdaad losgelaten en daarmee kom je dus ook eigenlijk op de antwoord op de vraag van waarom zou er dan chaos ontstaan? Kijk, als iedereen zijn geld omzet in zilver en goud, met geld wat er eigenlijk niet eens is, hè, want we hebben met z'n allen honderden miljarden spaargeld te goed staan, dat is er feitelijk niet. Dus ja, dan ga je echt problemen krijgen. Maar goed, ik probeer wel zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het feit van investeren in zilver en goud, hè, voor je waardebehoud, maar ook eventueel voor je pensioen. Dus ja, dat is eigenlijk mijn insteek in het hele verhaal. En hoe zou je dat verdelen met verschillende waarden? Je hebt natuurlijk cashgeld, neem ik aan. Veel mensen zitten in crypto. Wat voor verdeling denk jij dat het beste is om te hanteren? Dat is een goede vraag. Ik zou geen verdeling adviseren. Wat ik wel altijd zeg, dat zijn eigenlijk de woorden van een hele wijze belegger. Die heb ik niet zelf bedacht, maar die gebruik ik wel altijd. Zorg dat in ieder geval wat voor portefeuille je ook hebt, hè, of het nou een aandelenportefeuille, vastgoed, crypto, noem het allemaal maar op, dat in ieder geval 20% van je portefeuille bestaat uit fysiek goud. Als soort van verzekering voor je gehele portefeuille. Want dat is iets wat waardevast blijft, maar het fluctueert ook af en toe, want ik heb net mijn eerste goudbaar gekocht bij jou. Ja, heel mooi. Je koos ook gelijk het mooiste baadje uit dat wij in onze gamma voeren. Ik weet niet of je een beetje beter kunt laten zien, dat mensen echt zien dat het echt een zeg maar zo'n goudstaafachtige vorm heeft. Een beetje via de zijkant. Kijk, als je het een beetje zo doet, dan kunnen mensen misschien zien. Ik zal deze een beetje zo bewegen. Dat het echt in de vorm van zo'n goudstaaf uit wat je wel eens in bankoverval filmt. Precies, ziet, zeg maar dan zie je zo van die grote enorme bars. Ja, die bars zijn 12,5 kilo. 12,5 kilo, ja, dus dat zijn gaat over tonnen. Kilo. Dat is wel serieus geld, ja. 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 Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heel spannend om goud te kopen. Mijn vader bijvoorbeeld, die heeft dan goud gekocht via een bank. En dat staat dan op de bank, dus hij heeft het niet fysiek in huis. Okay. En dat vind ik iets heel spannend, zeker in deze tijd. Je weet niet wat er gaat gebeuren als banken klappen. Misschien worden... Je weet niet wat er gaat gebeuren. Ja, wat ik dan altijd zeg, if you don't hold it, you don't own it. Ja, precies. Ja. Dus nou ja, ik wilde het sowieso al fysiek hebben, wat natuurlijk ook weer spannend is, want waar ga je het bewaren? Maar wat is nou echt het verschil tussen het goud in huis hebben of dat je het bijvoorbeeld op zo'n
bank hebt staan die dat dan voor jou beheert. Ja, ik ben daar geen voorstander van. Ik vind dat als je goud investeert, dat je het ook echt daadwerkelijk fysiek in bezit moet hebben. Wat ik ook wel eens tegen mensen zeg die het eng vinden om het thuis te bewaren. Er zijn particuliere bedrijven, hè, kluizenbedrijven, die gewoon in oude bankgebouwen zitten. Zijn geen banken, zijn geen overheidsinstellingen. Het is gewoon een particulier bedrijf. Daar kun je eventueel een kluisje huren om het veilig op te slaan. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon thuis in een kluis bewaren. Dan kom je op een volgende vraag. Ja. Ik heb begrepen, als het bij een bank staat, maar het is helemaal geregistreerd, dat dat stukje bij jou hoort. Mm-hmm. Dat het dan wel gedekt is. Hè? Dat het, als de bank valt, dat dat niet bij de inboedel van de bank zit, maar dat het van jou is. Dus mm-hmm. dat je het altijd weer eruit kan trekken. Dan komen we op garantie, dekking, verzekering. Als je dit in huis hebt, ben je dan verzekerd, bijvoorbeeld? Dat ligt aan jouw inboedelverzekering. Hoe hoog jij jouw inboedelverzekering hebt. Je hebt natuurlijk ook rijke, welgestelde dames die een hele dozen vol met gouden juwelen hebben. Dat is natuurlijk ook serieus geld. Je kunt je inboedelverzekering daarop afstellen. Ja. Voor brand hoef je niet bang te zijn, want goud smelt niet al te snel. Het plastic eromheen misschien wel, maar het goud zal niet zo snel smelten. Ja. Dat is een stuk beter dan bankbiljetten natuurlijk. Ja. Maar als je je inboedel verhoogt, dan moet je het dus ook registreren. Dan komen we bij het volgende gedeelte. Sommige mensen willen het anoniem kopen. Ja. Die willen het eigenlijk onttrekken aan het oog van de overheid. Mm-hmm. Welke regels zitten er allemaal aan vast aan belasting? Als je dit thuis hebt, belasting betalen? Maakt het uit of je het thuis hebt of op de bank hebt staan, et cetera? Ik ga het proberen uit te leggen. Kijk, mensen willen voornamelijk anoniem kopen, omdat ze gewoon willen iets kopen zonder dat iemand weet wat ze kopen. Dat is niet per definitie dat ze iets te verbergen hebben. Maar we zitten nu in een Nederland met heel veel betutteling en controles en noem het allemaal maar op. En wij die wat verder nadenken over dingen, vinden dat eigenlijk onzinnig. En wij willen gewoon iets kunnen kopen zonder dat direct iemand dat ziet. Je mag nog steeds ongeregistreerd goud kopen. Dan is het natuurlijk het verstandigste om dat contant te doen. Omdat als je het overschrijft via een bankrekening, dan is dat natuurlijk altijd inzichtelijk. De vraag is alleen, gaat een bank iedere transactie na? Denk het niet, maar in principe kan het wel. Dus als jij zegt, ik wil anoniem kopen en je gaat vervolgens geld overmaken, dan koop je het dus niet echt anoniem. Mm. Op het moment dat je contant koopt, heb je wel te maken met een x-aantal spelregels. Wij hanteren namelijk een opslag op het contante geld, omdat wij dat geld storten. Wij boeken het zelf wel in als contante verkoop, want de boekhouding moet natuurlijk altijd kloppen. Maar hou rekening met stortingskosten. Ik heb toevallig gisteren aan een klant goud verkocht. Die wilde voor 10.000 euro goud kopen. Daarvan gaat 250 euro aan premie en stortingskosten. Het is eigenlijk gek voor woorden natuurlijk. Hè? Nou ja, het is gedeeltelijk zijn het de kosten wat het mij kost om dat geld te storten. Mm-hmm. Plus de tijd dat ik ermee bezig ben en de service die ik natuurlijk verleen om mm-hmm. dat te accepteren en te faciliteren. Mm-hmm. Er zijn ook bedrijven die vragen het dubbele. Ja, dus die vraag het gaat me niet om dat jij daar geld voor vraagt, maar dat een bank dit als hoofdservice heeft, maar dat het inmiddels een betaalde service is geworden. Ja. Het opnemen en het storten van geld bij het een bank. Het hebben van een bankrekening kost wel iets van een tientje per maand. Ja, ja, je mag als particulier, volgens mij meen ik te weten, 6 keer per jaar gratis storten. Doe je het vaker, wordt het jou ook in rekening gebracht. Maar als bedrijf, ik ben natuurlijk een officieel ingeschreven bedrijf, betaal je voor iedere storting gewoon een bepaald bedrag per biljet. Mm-hmm. Brieven van 200 en 500 euro kunnen wij niet meer accepteren, omdat alleen al voor het biljet 5 euro per biljet wordt gerekend door een bank. Plus, als jij een bankbiljet van 500 euro stort, starten ze onmiddellijk een onderzoek. Fraudeonderzoek. Ja, dat is ongelooflijk. Terwijl het gewoon eigenlijk gewoon een wettig betaalmiddel is. Ja. Maar toch verdenken ze dan heel snel van, oké, 500 euro, criminaliteit, terrorisme, nee, noem het dan. Ja, dat zeggen ze, maar precies. Dat gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon om... Het gaat natuurlijk om de controle, snap ik. Zij geven het uit. Je zei ook nog iets belangrijks over dat jij een bedrijf bent.
Nou, kan ik me voorstellen als mensen goud kopen, dat ze ook bepaalde garanties willen van wie ze goud kopen. Ja. Want hoe weet je nou dat dit puur is? En als het niet puur is, welke garantie heb ik dan? Dus ja, daar ga ik je meer over vertellen. Kijk, als officieel bedrijf koop ik in rechtstreeks via een leverancier die van de smelter het goud betreft. Dus dit is toevallig een baadje van Heimelen en Meulen. Die komt ook vandaan bij Heimelen en Meulen. Het is een baadje in Siel met certificaat. Is allemaal te vervalsen. Dus koop jij bij iemand op Marktplaats. En denk je, goh, dat is een hele scherpe prijs. Dus zou het zomaar een nama kunnen zijn. In China wordt ontzettend veel vervalst momenteel. Kijk daarmee uit. Natuurlijk zijn er vertrouwde verkopers op Marktplaats. Maar ik denk, als jij goud koopt, koop dat dan gewoon bij een officieel bedrijf. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de beste garantie die je kunt hebben. En welke check zou je daar allemaal voor moeten doen? Natuurlijk KVK, reviews. Of wat zou jij, als je zelf koper bent, waar zou je op letten? Als het een bedrijf is die bij een KVK ingeschreven staat, kun je het Kamerverkoophandelnummer controleren of dat inderdaad klopt. Je kunt ook het bankrekeningnummer googlen. Kijk, mensen die mij via WhatsApp benaderen, stuur ik altijd een bankrekeningnummer door. Bedrijfsnaam en bankrekeningnummer. Nou, jij kunt dat bankrekeningnummer gewoon googlen. Ben ik een oplichter? Komt dat direct in Google tevoorschijn? Oplichters worden gemeld, worden aangiftes over gedaan. Ook op Marktplaats, controleer altijd een bankrekeningnummer. Het is heel simpel, gewoon het hele IBAN kopiëren en plakken in je Google. En zelfs als je cash wil betalen, want dit is gewoon een manier, hè, dus het KVK en die bankrekening, ja, om te kijken van, is dit een echt bedrijf? Ja, ja. Verder is het natuurlijk een kwestie van vertrouwen, want wij leveren altijd na. Uit veiligheid zijn wij geen rijdende circus. Dat zou veel te gevaarlijk zijn, want je praat hier toch al over bijna 6000 euro wat je dan even meeneemt. Dus wat wij doen over het algemeen is, wij incasseren het geld, hetzij via een bankoverschrijving of hetzij het overhandigen van contant geld. Wij storten dat geld, wij bestellen vervolgens bij onze leverancier. En dan wordt het of naar mij toe verzonden, want sommige mensen willen het absoluut niet thuis verzonden hebben, om wat voor reden dan ook. Die maken dan een afspraak om het op te komen halen. Of het wordt verzekerd verzonden opgestuurd. Dat zijn een beetje de mogelijkheden, zeg maar. Mag ik vragen, even terug naar het verleden. Hoe ben jij überhaupt in de goud terechtgekomen? Wanneer was dat? Ik ben in 2011 ben ik voor mezelf gaan stacken, het verzamelen. Voornamelijk in eerste instantie van zilver. Omdat volgens de Maya-kalender in 2012 de wereld zou vergaan. Oh, dat weet ik nog. Ja. Ik mij voor wilde bereiden op apocalyptische toestanden. Ja, ja. Ben ik begonnen met zilver. En later ben ik doorgegaan naar goud. En nog later ben ik begonnen met het langzaam het erin handelen. En ja, dat is steeds professioneler gegaan. Tot uiteindelijk het oprichten van een bedrijf hierin. En hoe kwam dat tot stand dat je erin ging handelen? In eerste instantie als hobby. Als muntenliefhebber. Ja. Ja. Dus niet omdat mensen, omdat jij er zoveel verstand van had, bij jou gingen vragen. En als je dacht, nou, maar ik... Dat verstand heb ik ook geleerd. Ik heb natuurlijk in een aantal jaren dat ik al bezig ben heel veel kennis opgedaan. Ik heb in mijn omgeving ook heel veel mensen die het ook al wat langer doen. En die kennis ook met mij delen. Dus inmiddels ben ik ook wel een vraagbaak voor veel mensen. Als ze een gouden tientje willen kopen, dat ze mij foto's sturen van, goh, is die wel echt? Ja, en hoe gaat het? Want je hebt natuurlijk ook collectors items qua zilveren munten, dat doe je ook. Je hebt ook gouden munten. Relatief zijn die iets duurder dan zo'n bar. Ja. Ik dacht, nou, ik wil gewoon het meeste voor het minste geld. Dus daar kom ik eigenlijk al snel bij zo'n broodje terecht. Ja. Maar hoe werkt dat? We hebben hier bijvoorbeeld een Rijksdaalder van Willem, een zilveren. Hoeveel is het dan waard? Bijvoorbeeld, waarom is een munt meer waard dan een bar? Ja, dus eigenlijk willen we weten van goud of zilver, want je hebt ook eerst met zilver gehandeld en met munten. En nog steeds. Van wat is nou het verschil tussen een bar of een munt en wat is nou het verschil tussen goud en zilver? Nou, zilver is in principe in mijn beleving meer iets om mee te betalen. Heel veel mensen, klanten van mij, die hebben heel veel zilver gekocht omdat ze speculeren op een zilverstijging. Je moet je voorstellen dat de zilverprijs al jarenlang kunstmatig naar beneden wordt gemanipuleerd. En hoe wordt dat gedaan? Dat wordt onder meer door grote banken gedaan, door transacties te doen die feitelijk niet zijn, zeg maar. Dus er zijn echt dus een bankennetwerk die dus als opdracht heeft... JP Morgan Bank bijvoorbeeld, die zijn er ook al een keer voor beboet. Die doen dan gewoon een miljardentransactie op papier in zilver.
wat dan weer de prijs drukt. Maar je moet je ook voorstellen dat bijvoorbeeld een meneer Elon Musk ook enorm veel invloed heeft. Want als de zilverprijs omhoog gaat, dan worden zijn Tesla's natuurlijk ook duurder om te produceren. Dus heel veel, zilver wordt heel veel gebruikt in de industrie. Veel meer dan goud. Daarom is zilver ook gedeeltelijk belast met btw. Op de baren, zilverbaren zit al btw. Op de munten is dat in Duitsland nu ook aangenomen. Dus alle leveranciers die in Duitsland zitten, die berekenen al btw. Over munten. Op goud zit geen btw, omdat goud gezien wordt als beleggingsmetaal en niet als industrieel metaal. Maar toch betaal je belasting als je boven een bepaald bedrag goud krijgt. Ja, we hebben het over vermogensbelasting. Ja. Het is namelijk zo dat als jij vermogen bezit, dat is ook een getal op jouw bankrekening, mogelijke sieraden, mogelijke inderdaad zilver of goud in jouw bezit, mag jij als enkele persoon, als jij alleen bent, ongeveer zo'n 60.000 hebben aan waarde. En als je met z'n tweeën bent, 114.000 euro. Kom je daar boven, dan wordt dat wat daar boven komt, wordt belast in box 3. Dan wordt het gewoon gezien als vermogen en dan betaal je vermogensbelasting. Ja, ja, goud en zilver is natuurlijk ook vermogen. Maar dat gebeurt dus niet wanneer je het ongeregistreerd koopt. Officieel ben jij verplicht iedere 1 januari aangifte inkomstenbelasting bij jouw boekhouder te doen. Je mag... en dat is wel een voordeel. Kijk, jij hebt het goud gekocht, goudprijs plus premie. Ja. Maar je mag, als je het moet berekenen voor je boekhouder, mag je uitgaan van de goudprijs. Dus dan word je nog een beetje een paar procent gematst, om het zo maar te zeggen. Daarover ook een vraag. Ja. Het is ook een soort speculeren, want je weet niet wat de prijs doet. De prijzen zijn niet volledig stabiel. Wat is nou het beste moment om te kopen? En zijn er ook mensen die puur kopen en verkopen doen op de koerswijzigingen? Dat is een hele leuke vraag. Kopen, verkopen op korte termijn op de koerswijziging is eigenlijk niet te doen. Omdat je betaalt tussen de 4 en 8% premie. En goud heeft een gemiddeld rendement van zo'n 9% per jaar. Dus daarmee heb je eigenlijk al in het eerste jaar pas je premie terugverdiend. Dus vandaag kopen en morgen verkopen is eigenlijk niet aan de orde. Als je kijkt naar de zilverprijskaart van de laatste 10 jaar en je kijkt naar de goudkaart van de laatste 10 jaar, dan zul je zien dat zilver een beetje dit doet. En je ziet dat goud een beetje dit doet. Dus eigenlijk is goud van de twee edelmetalen in mijn optiek het beste metaal om als beleggingsmetaal te kopen. En Jan, ben je dus altijd bezig met een minimaal een jaar en eigenlijk een meerjarenplan? Het is niet zo dat je, want dat zijn veel mensen die met crypto aan het kijken zijn van, oh, de koers is gestegen, binnen een maand verkopen. Crypto is een hele andere materie. Crypto is een hele andere materie. Crypto kan 300% stijgen. Mm-hmm. In één dag kan een munt 40% stijgen. Dat zal met goud en zilver niet snel gebeuren. Wat wel interessant is om te vertellen is, als je goud in goud belegt, wees bewust van dat je een brede horizon moet hebben. Het kan namelijk zo zijn dat op het moment dat jij nu dit goud koopt, dat het eerste 2-3 jaar dipt of gelijk blijft. Het is geen garantie dat het omhoog gaat. De geschiedenis van de laatste 50 jaar laat wel zien dat het in zijn algeheel langzaam omhoog klimt. Maar het kan best 2-3 jaar duren. Het is in ieder geval iets waardevasters dan geld wat je op de bankrekening hebt staan. Want dat kan zo collapsen en goud blijft altijd... Goud houdt dan natuurlijk altijd zijn metaalwaarde. Hè? Ja. Dat hou je sowieso. Maar dat is dan waarschijnlijk inderdaad gewoon voor de lange termijn. Als je gewoon je geld om wil zetten en iets wat waardevast blijft, koop je goud. Maar als je bijvoorbeeld bang bent dat er een bankcrisis gaat komen, dan kan je beter misschien gouden zilveren munten kopen om dan dat als betaalmiddel te gebruiken. Ja, ik zie zilver echt meer geschikt als betaalmiddel om elkaar te belonen. Ja. Is dit nog een wettig betaalmiddel? Nee, dat is een gulden. Dit is een gulden? Dus dat is een 2,5 gulden. Hoe kan ik er dan mee betalen? Niet. In onze maatschappij van vandaag de dag kun je daar niet mee naar de Albert Heijn. Nee. Maar je kunt wel op verschillende websites en in verschillende apps boeren vinden, ondernemers vinden die zilver en goud accepteren als betaling. En daar kun je er wel terecht met je Nederlandse zilvergeld of je kleine stukjes goud. Dus er is al eigenlijk een netwerk van ondernemers die zegt van ja, we weten wat wettelijk gezien... Ja, ik weet niet of ik het mag noemen. Of ik, zeker. Kijk, Forum voor Democratie heeft natuurlijk een app ontwikkeld, waar ik zelf ook lid van ben geworden. Waarin bedrijven staan die zilver en goud accepteren. Je hebt natuurlijk ook keuzevrij bij mij, heb je ook nog. Die hebben ook een hele lijst met ondernemers en bedrijven die eraan meedoen. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar naar een van die beide websites te gaan. En je kunt in jouw buurt kun jij vinden waar je terecht kunt.
En er zijn al mensen die nu al zilver en goud accepteren. Dus niet als het instort, maar die accepteren het nu al. Nou ja, en dat zie je ook met crypto. Ja, crypto wordt ook steeds meer geaccepteerd. Ja, ja, mensen kijken toch vooruit. Ja. Dan hebben we het over crypto. Heel vaak wordt dan de koppeling gemaakt. Ja, ook het CBDC komt eraan. Daar ben ik ook enigszins bang voor. Is dit een goede manier om je in ieder geval iets autonomer te kunnen opstellen ten opzichte van zo'n CBDC? Dat denk ik wel. Maar wat heel veel mensen niet begrijpen is dat CBDC naast de bestaande euro en naast het contante geld wordt gelanceerd. Dus dat betekent niet dat de gewone banksaldo en de gewone contante euro gelijk verdwenen zijn. Wellicht op termijn, weet ik niet. Maar in eerste instantie wordt het ernaast gelanceerd. Ik ben al voornemens om daar helemaal niet aan mee te doen. Maar goed, dat moet natuurlijk iedereen voor zichzelf weten. Mm-hmm. Ja. Wat zijn nou de grootste angsten voor de mensen die als eerste goud of zilver kopen? Vragen die ze hebben, de meest voorkomende vragen die je krijgt? Of het goud wel echt is, mm-hmm. Wat je er straks al stelde. Heel veel mensen vragen ook van ja, maar als ik het ooit wil verkopen, dan lijkt me dat heel lastig. Dat is absoluut niet zo. Goud wordt is erg gewild. Op iedere hoek van de straat heb je een goudbank. Ja, bij wijze van spreken wel. Daar zou ik dan niet naartoe gaan, want dan wordt je poot uitgetrokken. Precies, bij het goudwisselkantoor. Waar zou je dan wel naartoe gaan? Of naar mij. En als ik het niet meer zou doen, heb ik in mijn omgeving nog nette collega handelaren zitten die ook gewoon een nette prijs voor jouw goud bieden. Mm-hmm. Kijk, een goudwisselkantoor die heeft natuurlijk 300 kantoren en personeel in dienst, wat allemaal betaald moet worden. Ja. Ik heb geen personeel in dienst. Ik werk met heel veel fijne mensen samen. Mm-hmm. Maar ik heb ook geen dure winkel. Want je moet je voorstellen, als je zo'n winkel, dan ben je gewoon 100.000 euro kwijt aan de beveiliging daarvan. Ja. Eer dat een verzekeringsmaatschappij jou accepteert om jou te verzekeren. Mm-hmm. Verkijk je daar niet op. Zo'n goudwisselkantoor, daar zit gewoon voor 100.000 euro aan beveiliging in. Ja. Ja, dat moet terugverdiend worden natuurlijk. Ja. Wat ik ook altijd zeg tegen de mensen, dat heb ik tegen jou ook gezegd. Als je particulier goud koopt, koop nooit groter als 100 gram. Ja. Want 250 gram, 500 gram, een kilo is allemaal heel leuk. Als je een Sheikh uit Dubai bent en je hebt miljoen op de bank staan. Ja. Maar zie maar eens een kilo goud te verkopen. Ja. Dat is heel lastig. Heel veel handelaren die nemen het liever ook niet aan. Nou, bijvoorbeeld bij het verkopen van een huis of het kopen van zulke grote zaken zou het misschien wel kunnen, maar inderdaad voor de dagelijkse dingen niet. En wat nog meer, wat is voor mensen een soort van angst op het moment dat ze eerst geld kopen? Willen ze liever jou eerst leren kennen voordat ze dat doen? Of... Veel mensen, ik heb vaak vragen van mensen die contant willen kopen en die willen het gelijk meenemen. Ja. Die willen zeg maar gelijk oversteken. Mm. Nou, uit veiligheidsoverwegingen kan ik niet met een goudkar rond gaan rijden. Nee. Dat doe ik ook niet. Dat communiceer ik ook. Dus op het moment dat ze dat niet vertrouwen, is het hun vrijheid om niet bij mij te kopen. Ja. Ga dan naar een bedrijf waar je wellicht wat meer betaalt of waar je, waar je aan een loket, wordt het wel geregistreerd. Ja. Meestal ben je daar wel bewust van. Ja. Vraag om een identiteitsbewijs. En dus dan wordt de transactie ook gewoon gemeld. Vertrouw je het wel. Zul je zien. Ik lever het gewoon netjes uit. Jij was in eerste instantie ook een beetje sceptisch. Je hebt ook een half jaar of drie kwart jaar met je eigen hele gechat. Ja. Tot je uiteindelijk besloot om tot aanschaf over te gaan. Ja, maar dat kwam dat ik hier, omdat je op een feestje kwam en dan had ik je in de ogen aangekeken. En dacht van oké, let's do it. En je ziet het, je hebt het gewoon gekregen. Precies. Ja. Dus ik weet in ieder geval van jou dat je... Ja, dus ik ga ook nergens anders dan goud kopen als ik goud moet hebben. Maar... Ik neem aan dat als mensen een beetje sceptisch zijn, dan kunnen ze ook gewoon bij je langskomen thuis. Ik spreek af als ik in Bilthoven zit in een Van der Valk hotel, omdat mijn kinderen thuis lopen, dat is niet prettig. Ja. Ik heb een kantoorruimte in Vaals, Zuid-Limburg. En ik zit op een bootje in IJsselstein. Dus ik heb drie plekken waar ik mensen kan ontvangen. Ja. Als ze mij eerst willen zien om eens met de hand te schudden, om eens met mij van gedachten te wisselen. Zo heel toevallig heb ik gisteren van iemand een contante betaling ontvangen die eergisteren is. Dus even komen kennismaken. Die is dan toevallig op de boot even langs gekomen. Ja. Maar die vonden het ook een fijner idee om eerst even mij te zien. Ja. Wat voor vlees heb ik in de kuip? Wie is die Milo eigenlijk? Weet je dat? Ja. Wie is Milo? Nou ja, ik dus. Ja, dat weet ik. Maar voor mensen die jou niet kennen, wat ben je voor persoon? Wat ik voor persoon ben?
Maar dat vind ik een lastige vraag. Dat kun je beter aan iemand anders stellen, denk ik. Ah, je vriendin. Wat is hij voor persoon? Hij is eerlijk. Een man voor zijn woord. Eerlijk, een man voor zijn woord, voor het geluid. Wat trekt jou naam aan? Wat niet. Wat niet. Ik heb nog een vraag over het grotere geheel. Mm-hmm. Wat we zien is vooral Rusland en China, maar meerdere landen die bij de BRICS horen of die bij de BRICS willen horen, ja, zijn eigenlijk bezig weer een goudvoorraad aan te leggen. Klopt. En zijn als gekken goud aan het inkopen. Misschien een beetje aan het speculeren op het instorten van de euro en de dollar, wat niet ondenkbaar is. Hoe kijk jij daarnaar? Nee, de BRICS-landen die kopen goud in omdat ze af willen van de hegemonie van de Amerikaanse dollar. Ze willen eigenlijk de dollar ondermijnen. Dat is ook de reden waarom Nederland geen goud mag kopen van de Verenigde Staten, want daarmee ondermijnen ze de Amerikaanse dollar. China heeft heel goed gezien dat het financiële systeem, het SWIFT-systeem, als wapen wordt ingezet tegen landen die niet doen wat de Europese Amerikaanse elite willen. En die willen daar los van. Die willen niet afhankelijk zijn van een westers betaalsysteem. Dus die zijn nu onderling bezig. Saudi-Arabië is inmiddels ook aangesloten. Dat is natuurlijk een beetje een dolksteek in de rug van de Verenigde Staten. En gezien het OPEC-verleden van De petrodollar is, ja, is niet meer gegarandeerd. Nee, exact. Ja. Verwacht jij, want je zei net al, de Verenigde Staten roept zijn vazalstaten zoals de meeste NAVO-landen tot de orde en zeggen van, oh, niet verder. Verwacht jij dat het ook voor die burgers zal gelden? Oftewel, krijgen wij dadelijk via de Nederlandse staat te horen van, we willen dat er maximaal 100 gram per burger gekocht mag worden of zoiets? Alles is mogelijk. Ik denk alleen dat dat praktisch heel slecht uitvoerbaar is. Mm. Want waar haal je al die boa's vandaan om dat te controleren of langs de deuren te gaan of wat dan ook. Dus ik denk dat dat heel lastig wordt. Maar ja, we hebben wel eens eerder gedacht met bepaalde dingen, dat gaan ze toch niet doen of dat zal wel niet en het gebeurde toch. Ja. Dus jij hoeft ook, als zoiets gebeurt, hoef jij natuurlijk ook niet met je kont omhoog te gaan bukken. Je kunt ook je spullen verstoppen. Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik denk op het moment dat cash bijvoorbeeld verdwijnt, dat is wat ze heel graag willen. En ze willen gewoon alle bankrekeningen checken. Ja, ik bedoel, straks wordt alles boven de 100 euro en dan mag je het gaan verantwoorden. Dan zit dat wel natuurlijk dichterbij dan we misschien op dit moment denken. Ja. Dus ik denk wel dat het op een gegeven moment daar een beetje naartoe gaat. Daarom is het slim om voordat het net is gesloten, om het zo maar eventjes te zeggen, flink in te slaan. Wat verwacht jij dat er gaat gebeuren op het moment dat banken gaan crashen? Gaat goud dan heel erg in waarde nog stijgen? Dat ligt eraan. Het kan ook een nadelige invloed op de goudprijs hebben. Maar als jij gewoon een portefeuille hebt met meerdere assets, dan zit je eigenlijk altijd safe. Ja. Ja. Als een bank omvalt, heb ik daar geen pijn van. Nee. Ik heb privé niks op de bank. Ik heb zakelijk natuurlijk mijn bedrijfskapitaal waarmee ik moet handelen en moet werken. Ja. Privé heb ik niks. Wil ik ook niet. Ik zet alles om in investeringen. Ja. Ja. Wat zijn de investeringen die jij dan doet allemaal? Klein beetje crypto, zilver en goud en aandelen. Okay. Ja, dat is wat ik doe, zeg maar. Ja. En bezit je huis? Nee, wil ik ook niet. Oké, interessant. Waarom niet? Toen ik moest nadenken over het kopen wel of niet van een huis, had ik al heel snel door dat je uiteindelijk in 30 jaar tijd hypotheek ongeveer het dubbele of het driedubbele betaalt wat het uiteindelijk waard is. Ik ben niet helemaal achterlijk, dus ik heb altijd gezegd, ik hoef geen huis te kopen. Nu is dan was die rente op een gegeven moment heel erg laag. Dan weet ik niet precies hoe het dan werkt. Ja. Maar als ze nu al praten over de overwaarde in box 3 en dat en dat, daarmee kunnen ze je ook ontzettend te grazen nemen. Dus voor mij geen koophuis. Nee. Zou ik ooit investeren in vastgoed, zou het puur als belegging zijn. We hebben nu heel veel dingen besproken. Ja. Is er nog iets waarvan jij denkt van ja, dit is echt iets wat de kijkers moeten weten? Koop zilver, koop goud. Ja, daar hebben we het over gehad. Mogen ze jou direct appen? Jazeker. Wil je je telefoonnummer hier doorgeven? Ja hoor, mag je gewoon. Staat ook op de website, staat ook op YouTube. Nee. Jullie mogen mijn contactgegevens gewoon onder het filmpje plaatsen. Mensen zijn van harte welkom. Ja. Ik vind het juist leuk als mensen
persoonlijk contact opnemen. Dat vind ik eigenlijk het fijnste manier van werken. Ja, ja. Dat denk ik ook. Het wekt ook het meeste vertrouwen. Ja, nou ja, goed. Ik weet dat ik lever. Ja, dus precies, ik, maar voor de ander. Voor mij speelt dat niet zo, maar voor een ander wellicht wel. Ja. Ja. Oké, okay. Nou jongens. 06-2005-80-90. Ja, ik zeg altijd 06-200-58090, maar goed, dat maakt het. Ja. Nou ja, super, dankjewel. Graag gedaan. En nou, ik ga denk ik binnenkort weer een barretje bestellen bij je. Ik zie het wel verschijnen. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Ja.